deze video. Ik ben Marjolene Bank van Painting Mixed Media. Ik wil vandaag een inspiratieoefening met je delen, waardoor ik geïnspireerd ben door een andere kunstenaar, geïnspireerd zonder te kopiëren, want dat is waar het om gaat. Ik ben geïnspireerd door Mark Rothko. Zijn werk staat bekend om kleurvakken en ik heb ook wat werk van hem uitgeprint. Ik heb hier, die hou ik verkeerd om, zo, en je ziet dat zijn werk bekend staat om kleurvakken, dat is heel goed te zien natuurlijk, en ik ga je laten zien hoe dit mij inspireert tot mijn eigen werk, want dat is natuurlijk belangrijk. Even kijken. Ik laat je één voorbeeld zien van werk wat al af is. En dan ben ik uitgegaan van deze. Want deze kleuren spreken mij gewoon heel erg aan. En dan heb ik vertaald in dit werk. Je ziet dat die kleuren het inspiratie geweest zijn tot te komen van dit werk. En dan zie je ook dat zijn werk staat natuurlijk ook bekend om die kleurvakken. Dat zijn eigenlijk allemaal rechthoeken. Die heb ik dan hier vrij vertaald. En de lijnen waar hij ook mee onbekend is, hè, zijn lijnen. Die zit je tussen de kleurvakken in. Die heb ik dan weer vertaald in, op deze manier. En je ziet ook de laag over laag. Want dat is zijn werk ook, hè. Laag over laag. En zo kan je dus tot iets komen. Iets wat je inspireert. En wat je dus doet zonder te kopiëren. Hoe kan je nu stap voor stap tot iets komen wat staat voor jou? Hè, als je dan uitgaat van bijvoorbeeld het werk van een andere kunstenaar. Zoals in dit geval Mark Rothko. Dat ga ik je laten zien, tenminste, ik ga je de eerste stap laten zien, want het gaat over kleur in dit geval. Dus ik laat je de eerste stap zien, deel van de stap, die ik neem als ik begin met die inspiratie. Wil je meer weten over de online coachingcursus How to Become an Artist? Dan kan je klikken op de link die onder deze video zit. Wil je meer weten en op de hoogte blijven? Klik dan op de subscribe button en op het belletje. En dan blijf je op de hoogte van de video's op mijn YouTube. Uitgangspunt was dus het werk van Mark Rothko. De kleurvlakken. En ik heb daar er eentje uitgezocht. En dat is deze. Waar de kleuren voor mij het meeste aanspraken. Daar heb ik dus een moodboard voor gemaakt en dat ligt hier nou een beetje lossig klaar om straks in mijn journal te plakken. Ik heb daar dus papieren en structuren bij gezocht. Ik heb in tijdschriften gezocht, maar ik heb natuurlijk ook mijn eigen papieren gemaakt, zoals deze, die daar qua kleur heel mooi bij passen. En ik heb structuurpapieren gemaakt, zoals deze. En wat stof heb ik gedaan. En daar heb ik ook weer wat structuren op gemaakt. Zodat ik een mooie verzameling krijg van kleur, structuur. En wat mij kan inspireren dus naar de volgende stap. En ik heb natuurlijk wat kleurexperimentjes gedaan met verf of Powertex, net wat je wil. Dit is ook leuk. Hier heb ik, dit is gaas. Kijk, dat is gaas. Op de rol, te koop bij de bouwmarkt. Is ook heel leuk qua structuur om erbij te doen. Dat ziet er weer anders uit als bijvoorbeeld kaasdoek. Een stukje ribbelkarton. En die kleurexperimentjes heb ik gedaan. En hier zie je ook wat kleurexperimenten. En die hou ik. Zie je erbij. Ik ben ook natuurlijk wat afgeweken ervan. Maar qua kleuren, die komen goed overeen. Nou, die was dus duidelijk te fel. En dat is deze geworden. Die is een stuk beter. Maar dat neemt niet weg dat deze er ook mooi bij staat. Het hoeft niet exact te zijn. Het is maar een inspiratie.
die je gaat gebruiken. Dit is wat meer naar de lila tint toe. En dat is er ook heel mooi bij. En ik had nog een grijs. Ja, deze. Dit is meer dan weer de grijs tint. En die staat er ook mooi bij. Dus dit zijn maar wat kleurideeën die ik gemengd heb. En daar heb ik voor gebruikt de rood. De Blood Red van Ara. En ik heb eerst ultramarijn gebruikt. Dat is deze kleur. En daarna heb ik een turquoise gepakt. En dat is deze kleur. En die heb ik gemengd met zwart en wit. Dus ik heb genomen blauw, rood, zwart, wit. En daar kan ik die kleuren mee maken. En die ga ik nu in mijn journal plakken. Als inspiratie. Moodboard. Plak ik aan de ene kant deze. En aan de andere kant maak ik een compositie van de kleuren die hierop geïnspireerd zijn.